Het is een veel voorkomend beeld op de weg. Bestuurders op de fiets die aan het bellen zijn, aan het appen zijn of zelfs gamen op de fiets. Volwassenen, jongeren, iedereen doet het, maar het mag niet. En toch gebeurt het. Daarom werden op het Dordtse Leerpark woensdagmiddag scholieren door een promoteam aangesproken op het gebruik van de mobiel in het verkeer en de risico's die daarbij komen kijken. Straks gaan ze in de auto en wellicht willen ze dan stoer doen om toch hun telefoon erbij te pakken of ze willen toch het berichtje lezen. Die enkele seconden zijn gewoon cruciaal van belang. En we weten dat veel mensen toch even moeten wennen aan veilig aan het verkeer deelnemen. Dat geldt voor fietsers, automobilisten enzovoorts na de vakantie. Maar het geldt ook als je let op je telefoongebruik. En vandaag hebben we de mono-actie. Telefoons zijn prima, maar als je aan het verkeer deelneemt in je binnenzak of in je rugtas.